We zitten ondergedoken in de kelder van bakkerij Ballotin. Duitse soldaten patrouilleren door de straten. Gisteren was er een razzia waaraan we zijn ontsnapt. Urenlang kijk ik door het kelderraam. Ik verveel me zo hard. Opeens zie ik een Joodse jongen op straat. Hij zit bij mijn broertje Eli in de klas. Aan de overkant van de straat loopt een Duitse soldaat. Halt! Roept hij. Maar de jongen loopt verder. Goed zo, denk ik. Halt! Roept de soldaat opnieuw. Wat gebeurt er toch allemaal?